gaan filmen. Kijken, mensen kunnen verblinden. Zal ik precies van jullie dat nog eens kijken? Batterij zit er wel heel lang in. Ja, jou. Ja. Ik heb die accu al pas één keer opgelaten, dus ik heb al een half jaar of zo. Eigenlijk moet je hem een beetje zachter zetten. Zachter? Ja, want binnen ga je anders niks zien. Moet je zomaar spelen, of moet je hem eens eentje terug zetten, want binnen is veel te donker voor die vellen. Team Deathmatch alleen maar. Ja, gewoon het gebouw vasthouden. Ja, ik denk het wel. Ik heb er al drie, hoor. Daar bij de muurtje stonden ze net. Ze kunnen ook via die kant nog komen. En als ze doorsteken, kunnen ze hier achter je komen. Maar daar komen ze niet zomaar, hoor. Jij kunt hem ook minder fel zetten of feller, hoor, de scope, als je dat fijner vindt. Kijk, op jou zijn ze aan het schieten. Ja, op mij aan het schieten? Ja, ik zag hier een tak bewegen dus. Ach, ik schiet steeds tegen dat ijzeren ding aan hier. Zakken. Maar alweer eentje eruit. Hier wel.
Als je hier ook komt staan, dan kun je ze wel raken hoor. Hier ook. Dan kun je hier precies die hoek van die muur. Dan ga ik proberen die kant op te gaan. Oké. Okay. Dan kun je precies naast die deur schuilen. Je hebt precies die boom en die muur. Daar komen ze elke keer kijken. Oké. Okay. Ja. Ik heb hier dood van ons lang. Ik heb er al 5. Via die kant. Anton, links, daar bij de muurtje. Hoppa, ik heb hem eruit. Ja. Bij de muurtje zitten ze. Hoppa, ook eruit. Had jij hem of had ik hem? Ik weet het niet, één van de twee in elk geval. Wil je hem hier bewaken? Iemand? Anders blijf ik hier wel schieten, dan heb ik mij net zo'n camper. Bij een muurtje komen ze echt te vaak. Daar kunnen ze je raken, man. Links naast die deur, daar kunnen ze jou bijna niet raken. Hit! Deadman! Deadman walking! Deadman! Ik denk, hey, jullie schieten op mij of zo? Ja. Ik schiet ook gewoon van dichtbij, die gasten. Hè? Ik weet niet hoe ver hij schoot. Maar wel netjes op de grond. Wat netjes begon, dat schoot nog in mijn zij hoor, expres hoor. Hoezo? Er was altijd een bandje en wij kijken. Ik ga er buiten eentje. Ik zie niks, ik kijk naar allebei de scouts gewoon serieus, 2-3 keer. Ik zie geen bandje. Hij komt binnen, hij doet zo, een bandje. Jij zag het ook niet, hè? Ik heb het niet ik gezien, dacht, hè? Ik dacht, jij mijn schoot en ik zie nee, het wel van de gein in mijn zij. Ik denk, wat is dit nou? Nee, ik kijk zo en, zegt, en ik wil een keer op pang zetten. De kerel komt zo rustig binnen, loopt heel sneaky zo. En wij zeggen van ja, friendly hoor. Ik zeg dit, pang. We mogen van de keer gewoon schieten. Ja, ik kon het niet zien. Je en dan krijg je dan weer, hè? Ja, ik ben een ja, maar keken we in die kant op of keken we in deze kant op? Ja, hij liep gewoon naast ons. Ja, maar vanaf waar? Ja, ik kwam wel vanuit die kant, man. Maar Want de mensen die die kant op lopen, ja, maar dit is echt niks, hoor. De mensen die deze kant op lopen, die moet je eigenlijk altijd afschieten. Ja, maar die Duitser die kwam ook deze kant op lopen. En hij liep daar gewoon achteraan. Ja, maar ja, dat is gewoon... Die zit wel aan ons toe. Dat is gewoon sneaky spelen. Maar ja. Ja, iemand anders had hem nog. Ik denk dat Nico hem gepankt heeft. Ja. Ja. Hij zo. Nico heeft hem gewoon even laten vangen, hè. Hij zo, pang. Ik zei dat tegen hem. Hij zo, pang. Dat had ik bij Nico niet meer, hadden 3 of 4 gevangen zeggen, maar dat is een keer begrijpen dat ze weg moeten. Ja, ik verbaarde me naar. Die van mij vorige keer met dat gat, dat vond ik geweldig, jongen. Ja, die was daar, mooi, hè? Ja. Toen stond hij daar zo. Zo, pang. Pang. Hallo,
Oh, oh. Ik had nooit verwacht dat iemand dat had gezien. Ja. Je slaat zo'n kerel. van wie is dat tasje eigenlijk? Geen idee. Je moet zo eens terug, man. Het dingetje hier is er al. Oh. Ik had één wat een pijn aan mijn neus doen. Nou. Nee, nog twee, hè? Oh ja, nog twee. Maar daar komen ze aan. We mogen er weer in. Oh, we mogen er weer terug in. We gaan links, man. Van links. Ja, maar... Ja. Ja, ik ga. Ja, dat bandje dat zie je er niet, man. Weet je niet? Oké, goed. Twee aan de kant. Oh, die is af. Daar komen ze aan. Zie je hem? Nee, die is af. Ja, had ik, jongen. Misschien klimt ik hier aan de binnen. Nee, want daar staat nog een deur. Oh, via de achterkant bedoel je? Laat jij hier even staan? Ja. Maar ik probeer om op je hier te kijken, want hier valt je te veel op. Die schrok vrij kapot op die vent. Ik hoorde hem al over het raampje. Je kan ze door. Wel. Ja, maar die hoor je. Bij de kluis.
Moet even mee oppassen, joh. Hij zit achter de deur van de kluis. Wacht. Even die andere roepen. Hij kan jou zien, hè? Ja, dat bedoel ik. Ik pak dat. Hé! Hé? Net. Oh. Hé? Er zit iets achter de kluis, maar die zit nou in dat hoekje. In de kamer? Ja. Die moeten we even goed in de gaten houden. Kevin Ronald. Hé, hey, er zit er eentje daar bij de kluis. Ja? Die zit de aantrekkers op het kind en nog in schieten. Ja. Oh, 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 oh. Behind the vault. Behind the vault. Behind the vault in the corner. Is hij weg? Die zijn ons. Oude team. Ja. Oude team.
niet.